worden altijd in mijn dromen. Daar werd de kiem van mijn heen weer geplant. Nooit vind ik rust tot ik eens weer zal komen in Leeuwarden, hart van dit mooie Friesland. Kikkers, goedenavond. Welkom bij onze tweede uitzending van dit seizoen. Wij vinden het wel leuk dat jullie even naar ons kijken. En wij vinden het ook leuk dat we hier een gast aan tafel hebben, de Sidde Jetsen. Dat is Bertus Badstra. En Bertus, heb ik begrepen, moet een expert wezen op het gebied van de Hollander Wiek. Nee, wel? Ja. Nou, ja. Bertus, dan wist je ook vast geboren. Sorry, ik ben niet in de Hollander Wiek geboren. Ik ben geboren in de Klanderijstraat. Waarschijnlijk in een ziekenhuis ergens in Leeuwarden, maar daar weet ik niks meer van. Nee. Mijn allereerste Leeuwarden sporen liggen in de Klanderijstraat. Nou, ook niet verkeerd. Het leidt niet zo gek ver van de Hollander Wiek. Nee. Sporen over en dan is er al. Ja. Toch? Alleen ja, de Klanderijstraat is niet meer in de Hollander Wiek nog wel. Ja. Mijn ouders zijn verhuisd, ik dus ook. En ik dacht 46 of 47. En dat is ook een van de eerste levendige jeugdherinneringen. Iedereen heeft een eerste herinnering, hè? Ja, ja. Nou, mijn allereerste herinnering is dat ik op een platte kar zat die mijn vader gebruikte voor de verhuizing van de Klanderijstraat naar de Hollanderstraat. Ach. Die platte kar die had hij geleend van de brouwer, de groenteboer, die met die kar zijn spullen haalde van de veiling. Die zat ook in de Klanderijstraat, die boer? Die klonk nee, de boer? Nou, daar komen we nog wel. Die, okay. Die woonde in de Hollander Wiek. Oh. Zo ik zei, mijn vader had die kar leend. En ik herinner mij dat ik pontificaal op die lege kar zat richting Hollanderstraat 20. Ja, want ja. Daar gingen ze naartoe verhuizen. Dat is mijn allereerste jeugd. En de groenteboer zou we denken, ik leen de kar uit, hebben wij weer een klant erbij? Ja. Toch? Zo kan je dat wel stellen, want eigenlijk mijn voornaamste interesse... Ja, laten we hem noemen, de interesse van de Hollander Wiek is het feit dat die wiek eigenlijk helemaal zelfvoorzienend was. Je had er de kruidenier, de groenteboer, de slager en wat er niet was, dat kwam aan de deur. De skrans kon je dan ook nog naartoe, want die was ook een beetje in ontwikkeling. Maar de echte Hollander Wiek... Je had zelfs een eigen station. Huh? Ja, ja. Had de Hollander Wiek een eigen station? Niet hoor. Spoorsloot over en je waren er. Ja, maar dat is toch wel een beetje een illegale overgang. Nou dat, ja, maar het, hey, dat gezin van Jum, hè? Hoe groot was dat? Hoe zei? Dat gezin van Jum. Hoe groot wij waren met z'n vieren, uiteindelijk. Mijn ouders kregen er nog een dochter bij. Dat was denk ik in 47, 48. Wij waren dus met z'n vieren. En wat deed die vader? Mijn vader was, ja, hoe moet je dat noemen? Knecht, chauffeur bij Piet van der Brul op een Nieuwstad. Oh, je zal hem wel kennen. De befaamde kledingzaak. Ja, kan. Hij was een echte stadsfiguur. Uniform aan, pet op, het leek heel wat, maar het was niks natuurlijk. Nou ja, het ging niet schelen, maar het was toch... Het was een baan van niks. Nou ja, dat zegt al nu, maar die vader liep er in ieder geval keurig bij. Ja. Ja. Toch? Hij was daar zou hij ook wel trots op geweest hebben, of niet? Of dat niet? Ik weet het niet. Dat kan ik me niet herinneren. Had hij de naam van de firma ook op een pet staan? Nee. Nee? Nee. En waren gewoon heel neutraal? Dat weet ik eigenlijk beetje niet. Beetje gris uniform? Wat was dat samenstel? Ja, dat was gewoon een militair-achtig uniform. Ja. Ja, misschien had het leek een beetje op de luchtmacht. Nou, het was blauw. Nou, even het fopwinkeltje, even zo'n ding ophalen op de pet en dan was het clear. Ja, nou. Ja. Maar ik weet nog wel van de Brul, had hij niet zo'n hele lange reclame van boven naar beneden tegen de gevel plaat? Ja. P van de Brul? Ik geloof het wel, ja. Ja, ja op een Nieuwstad. Ja, een beetje rechts van CNA, niet? Het zat tussen CNA en Albert Heijn in, geloof ik. Want toen had Albert Heijn op een Nieuwstad ook nog een winkel. Het is die mooie Amsterdamse schoolgevel. Het is wel een mooie, ja. Maar hij moest spullen bezorgen, onder andere, van de Brul? Ja. Vroeger lieten mensen hun kleding, dat moest vaak vermaakt worden, en andere herstel, dat lieten mensen allemaal bezorgen. En daar had hij een auto voor. Niet met de handkar, maar mooi met de auto. Nee, dat was al heel snel kregen die van de Brul
knecht een autootje. En dus mocht hij zichzelf ook chauffeur noemen. Stond ook, staat ook nog ergens in een van die boekjes. Mocht je dan de auto met hem s'avonds? Nee. Nee? Die bracht hij bij Brouwer en Alkema in de... Waar was het? Die Pannenstraat. Ja. Maar hij mocht er wel... voor eigen gebruik deed hij de boodschappen er met. En hij alle mogelijke... Maar zonder met z'n allen naar te honden, dat... Nee. Dat mocht niet. Hij mocht wel met de auto ons naar Appelscha toe brengen voor de grote vakanties. Oh. Ja. Maar het is leuk dat dus dat zij is dat mensen lieten die dingen thuis bezorgen. Dat niet alleen bij die kledingzaken. Ik hoef ook wel gehoord dat boekwinkels deden dat ook. Wij kregen Van der Velde aan de deur. Er staat nog een foto van in een van die boekjes. Want vlak na de oorlog had Van der Velde een periodiek uitgeven. Iets met verzet. Oorlog en verzet of zo. En dan kreeg je elke maand kreeg je een nieuw periodiek. En dat brachten ze aan de deur. Ja. En dat kostte een paar centen, denk ik. Ja. Uiteindelijk heb ik die verzameling overkregen en die heb ik maar eens verkocht aan iemand die daar echt belangstelling voor had. Want dat was wel taaie kost hoor. Ja, maar dat spaarde die dus elke maand op. Dat, en dat kwam Van der Velde brengen. Ja. Ja. En zo had je veel meer lieden. Ah, kijk, heel veel bedrijven die hadden loopjongens in dienst die het spul bij de mensen tussen. Flotto had ook zo'n man en ik denk meer van die firma's. En toch vind ik het apart, want ja, normaal denk je, we kopen een Colbertjasje of je koopt een paar sokken, noem maar op. Die neemt ook gelijk met een huis. Dat is helemaal veranderd. Maar als het nou vermaakt willen moest, het is maar een wonder dat het in één keer past. Ja, inderdaad. Als de mouwen wat korter, weet ik veel wat, de broek wat korter, nou, dan moest hij dat doen. Dat weet ik ook nog wel. Dan kropen die kerels, die kropen ze helemaal om je heen. En dan met zo'n krisje werd dat allemaal even... ze hadden ook wel een of ander apparaat. En dat blies een laagje kalk eruit. Een soort fietspomp met zo'n spleetje onderin. En zo'n rode wal. Ja. Van der Brul die had ook een kleermakerij. En daar zaten die kerels in kleermakerszit. Ja. Hoe is dat? Met gekruiste benen. Ja. Die zaten bovenop die tafel zaten ze die kleren. En er was een coupeur. Zeg maar een soort meneer Granger van die Ayobiek Surf. En etenleurs niet te vergeten. Etaleur weet ik niet. Die hadden ze. Die werd in huur, denk ik. Of die kwam uit Amsterdam. Maar mijn snaken, wat er voor personeel rond. Maar dat was wel een ketenbedrijf. Ze hadden meer zaken. Ja, het hoofdkantoor zat in Amsterdam. En daar zat de grote baas. Ja, maar die kwam wel eens in Leeuwen, dat zal wel. Kan ik me niet herinneren. Maar als het niet zei van die vader met zo'n uniform aan. Je had hem toch bij V&D ook altijd van die portiers en van die mensen met een grote pet V&D erop? Ja. En die stonden onder andere in V&D bij de trapopgang. Ja. Daar om te voorkomen dat hele horden jeugd dat die naar boven vlogen naar de speelgoedafdeling. Waar ze natuurlijk alleen maar keken en niks kochten. Ja. Nee, dat was ze bij die trappen. In feite hadden ze toen ook al min of meer een eigen beveiliging. Hè, op die manier. Ja. Nou huren ze dat in, maar toen hadden ze die zo kan je zelf dat stellen. Maar we moeten maar gauw even terug naar de jeugdige Badstra. Dus dan zit er daar in... In welke straat ben je terechtgekomen? Hollanderstraat, nummer 20. Dat was meteen het duurste huis van de straat. Zo. Doe maar. Die meneer W.C. de Groot, die had het allemaal ontworpen. Ja. En die had wel wat fantasie. En sommige huizen, daar bouwde hij een extra stukje aan. Ja. En dan kostte dat een gulden meer als het andere huis. Was het een middenwoning? Nee, het was een eindwoning met een uitbouw. Of hoe moet je dat noemen? En het pand in en nog vanzelf. Ja. 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 Bij die uitbouw was bij ons een woonkeuken. En dat hadden we dan weer voor op andere bewoners. Die moesten maar zien hoe ze hun keuken toestanden inrichten. Dat was meestal een hokje op de plaats. Maar wij hadden een echte woonkeuken en een voorkamer. Ja. Moest wel twee keer gestookt worden. Dat was wel een probleem hoor. Hogere huurlasten en ook nog twee kamers stoken. Ja, twee kamers. Ja. Ja, in de voorkamer was een haard, een antracietkachel. En in de keuken was een kookskachel. Ja. Ja. Antraciet en kooks. En dat werd ook aan de deur bezorgd vanzelf. Ja, Antoine, hè? Ja, wel, wie was dat? Antoine? Firma Antoine. Oh. Waar zat hij? Weet ik niet. Oh. Wees nou ergens bij het spoor. Firma Antoine? Ergens bij het spoor. Mooi. Ik ken haar wel... Nou, BHV kennen we er wel. Van Noord en Hubbel. En hoe heet hij uit Maria-Louise-straat?
Dat is allemaal verdwenen. Geen probleem. Die Hollandestraat, Bertus, dat is die straat die, als het ware, die hoofdstraat die de Schunder heen loopt. Ja, die loopt met een hele flauwe S-bocht van, zeg maar, van oost naar west door die wijk heen. En daarnaast waren die zijstraat, dus Starterstraat, Winsemiusstraat, Van Harenstraat. En ik heb me daar eigenlijk nooit zo verdiept eerst. Maar die de Groot die ontwierp niet alleen voor die tijd mooie huizen, maar had ook een origineel wijkontwerp. Ja. Want die Halbersmastraat bijvoorbeeld, die loopt in een hele lange flauwe bocht van de Hollanderstraat naar de Nieuwe Hollanderdijk. Nou, je moet het maar bedenken om zo'n straat met een bocht te bedenken. Ja. Heeft hier nog een platte grond in? Of een luchtfoto misschien van de wiek, dat je dat mooi zien kan? Mooi zien kan. Dit is een luchtfoto van de wiek. Ja. Oh, hier. Adkes, dat, en er staat, wat is nou die Hollanderstraat, die hoofdstraat die dus doorheen? Is dit is de Hollanderstraat. Oh, die daar, ja. En dit is de Halbertsmastraat. Dat is gelijk, het is net een soort ruggengraat. En die Sietstraat met de ribben als het ware. Ja. Die straat, dat is de hoofdstraat, en vanuit daar dan kerst bij die andere huizen komen. Erg smal, die zijstraat, daar kon niet een auto in. WC de Groot had daar niet aan dacht vanzelf. Ach, ik weet het niet. Het ook wel net maakt ze zelf. Maar het is toch hoe bouwt die Hollanderwijk speciaal voor de wat kleinere beurs. Toen die huizen bouwd werden, toen waren er vrijwel geen auto's. Nee. Dat was in 1925, meen ik, dat die huizen bouwd binnen. En zelfs in de beginperiode was er nog geen stroom. Petroleum, de petrolieboer kwam ook aan de deur. Maar dus iedereen wist toch, of niemand had toen toch vermoeden kunnen dat ook de arbeiders in wezen het zo goed krijgen zullen dat ze bijvoorbeeld een auto krijgen zullen. Nee. Auto kopen kon. Nee. Weet je, hoe lang is het geleden dat ze de Groene Ster aanleid hebben hier aan Leeuwarden? In de jaren 60. Omdat de arbeiders anders ook eens een keer een beetje naar buiten konden. Dus, nou vliegen al die arbeiders naar Turkije. Ja. Die Groene Ster is wat dat betreft niks aanleid. Voor andere liefhebbers is dat nou, hè? Ja, oké. Maar een multifunctioneel terrein, moet je maar denken. Ja. Maar dan bist dat dus als jonkje in die Hollanderstraat. Ja. Kost wel wat op een straat kieken of had je hem een heg voor de deur van 2 meter hoog? Nou, ooit is de wiek begonnen en dat is ook wel aardig. Dat is een foto die heb mijn grootvader nog gemaakt. Want die woonde in de Van Harenstraat namelijk, bij ons om de hoek. De wiek is begonnen met van die hele mooie... Zal ik hem even omhoog houden? Hekjes. Dat, die zien we hier nog. Houten hekjes. Die ben daar neerzetten door de woningvereniging. Of de club die huizen in beheer had. Dus het is begonnen met hekjes. Mm-hmm. Die hekjes binnen in de oorlog allemaal opstook door de bewoners. Ja, dat deden ze. De laatste hekjes ben weggehaald door het bestuur van de woningvereniging. En vervolgens door hunzelf opstookt. Mooi. Beweert meneer Stef de Bruin van dit boekje. Ja. Daarna maakte ieder zijn eigen hekje. Net als mijn ouders. Maar toen verschenen ook al die ligusterheggen. Juist. Daar staat de wiek nou onbekend dat al die straten als het ware dichtgroeit binnen met ligusterheggen. Ja. Eigenlijk vind je het veel mooier. Eigenlijk is dat. Eigenlijk is dit de bedoeling van WC de Groot geweest. Ja. Om een mooi hekje. Ja. Dus eigenlijk zullen we dus... Maar de woningbouwsteeds zou wel denken, die haren die stoken ze niet op in de kachel. Nee, als de nood maar hoog genoeg is, jongen, dan... Dat is wel cv, dat valt allemaal met. Ik heb wel zoveel sentiment bij die heggen, dat ik om in huis nou in Kammergeburen ook een hele grote Huzemer ligusterheg staan heb. Mooi. Ik noem hem altijd nog mijn Huzemerhechtje. Ja. Prachtig. Beters Badstra, Huzemerhechtje. Ja. Maar dat is ook goed vanwege van Hulst. De klanterij staat nooit meer mis. Nou, de klanten doen dat regelmatig langs. En het leuke was, het was 45 wanneer ben je erheen gaan. De klanterijstraat is voor mij redelijk snel daarna afgebroken. Klanterijstraat, Klanterijdwarsstraat. Ben je eerder sloopt als de Watertoren? Weet ik niet. Watertoren. Die Watertoren is in 73 gesloopt. Nou, toen stond er nog heel wat van die klanderijbeurt. Maar Klanderijstraat, daar heb ik verder... Heel vaag weet ik nog dat ik daar speelde op de Polen. Weet iemand nog wat de Polen is? Dat was de gemeentewerf. Maar de gemeentewerf was volgens mij over het spoor. Oh.
Maar dat was een zandopslag en dat was een ideale speelplaats. Ja, nou. Maar goed. Dat is echt een Hollander wieker. En dan heeft hij de zoek met, maar dat die grote stoomlocomotieven daar stond. Man, dampen. Die hielden me s'avonds uit de slaap. Hoezo? Nou, ik had een slaapkamerraam en als ik dan zo rechts keek, dan kon ik het station zien. En net aan die kant van het station bliezen die stoomlocomotieven hun stoom af. Oh. En dat was een enorme garage. Het was ook wel gezellig hoor, dat geluid, ja. Maar dat was een gigantisch garage. Betekende dat ze niet meer hoeven te rien die avond? Inderdaad. Stoom afblazen, ja, dat is... Die dingen moet ook eens een keer, weet ik veel. Ja. Maar een stoomlocomotief die met van tijd tot tijd zijn stoom afblazen. Ja, anders ontploft hij en dan heeft hem in de slaapkamer. Ja. Ja. Maar dat is ook een uit je jeugd herinner je geluiden en geuren. Ja, juist. Geluiden en geuren. Lawaai, dat razen dan over die hele Hollandse wieg heen? Nou, dat weet ik niet, maar... Beetje zoals die straaljagers tegenwoordig wel eens ja. met Noordenwien over... Maar dat was een heel kenmerkend geluid. Ja. Ja, dat wil ik wel over. Later hoorde ik altijd het geluid van die blauwe engel, van die diesels. Oh, ja. Die parkeerden ze daar dan aan de buitenkant van het emplacement. Ja. En zo veranderde de geluiden. Die stations die hadden toch hun eigen geluiden. Want bijvoorbeeld geluiden van het rangeren, kost dat ook horen? Nou. Maar dat was even verderop, hè, waar nou het Stephenson viaduct is. Ja. Daar laat het regeertrein. Soms dan hoorde je een flinke klap en dan lieten ze de wagon wat te hard tegen elkaar aan. Ja. Ja. Dat was even meten van hoeveel vaart mag ik hem metgeven, zodat hij redelijk... De komen kon. Maar gaven ze hem te veel vaart, dan was het een flinke klap. Ja. Maar er zaten schokdempers in, hè? Ja. Maar dat deden ze toch met die aparte locomotiefje, die dieseldingetje. Ja. Met dat ronde dakje. Het sikje. Het sikje heette het. Ja. En ze liepen ook altijd met zijn grote hamer tegen die wielen aan te slaan. Ja. Om te controleren of dat nog... Om de remmen vooral met die stoomtrein. Om de remmen los te slaan. Ja. Wat ik nog wel weet, dan met dat rangeren, daar liepen er van die kerels in, die blauwe overals. En die hadden zo'n klein... Hoortje aan de bij hun. Ja. En daar bliezen ze op. En dan wist de machinist weer dat hij moest doen. Tegenwoordig. Een aantal of juist een set geven. Ja. Heel apart. En ze stonden er ook vaak tussenin om die wagons te koppelen. Daar. Ja. Ja. Dat was allemaal handwerk. Wij gaan er even uit, jongen. Dat vindt nog wel heel leuk. Ik wil helemaal nostalgisch. Je hoeft maar één keer een weekend een stoomtrein in Friesland te wezen. Een halve Friesland vliegt erin. Ja. Toen hadden we het elke dag. Als ze optrokken ook die stoomtrein. Ook zo'n mooi geluid vond ik altijd. Oh, heerlijk. Maar wat we nou krijgen is ook mooi geluid. Namelijk Elvis Presley. Toch, heren. En nou, Bert is warm Elvis. Ik ben mijn leven lang al Elvis Presley fan. En dat hangt samen met mijn jeugd in de Hollander Wiek. Ook nog. Want toen is die muziek eigenlijk ontstaan in de jaren 60, zeg maar. Ik was daar teenager. En als teenager sloeg die muziek bij mij aan. Ja, tuurlijk. En heel veel hek achter me laten, maar Elvis Presley is altijd bij me gebleven. Mooi. Nou, dat is er naar A Fool such as I. A Fool Such as I. Ja. Settle when we say goodbye. Don't be angry with me, should I cry? When you're gone, yet I dream a little, dream as years go by. Now and then, there's a fool such as I. Such as I am, over you taught me how to love and how you say that we are. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then, as a fool, such as I am. Wow.
me how to love and know. You say that we are two. I'm a fool, but I love you, dear, until the day I die. Now and then, as a fool, such as I. Such as I. Now and then, as a fool, such as I. Nou, dat dobbert Elvis heen. Het is gelijk hoor, dit de goed inhouden, dat Elvis Presley. Mooi werk. Mooi werk. Nou heb ik daar aangekondigd straks als expert op het gebied van de Hollander Wiek. Dan moeten we dat ook maar eens even horen. Laten we nou beginnen bij, laten we zeggen, de spoorwegovergang. En dan gaan ze tot de weekend. Maar moeten wij het idee we hebben dat de jongen op school zit, net? Misschien ja, maar dan komt hij vanzelf. Dan komt hij vanzelf. Komt hij er langs? School is niet zo interessant. Had hij een school in de Hollander Wiek? Nee, wij moesten naar de Emmanuel Murant school. Dat was bij de Schrans. Mm. Ja. En maar, dat is dat gebouw staat er nog. Kennelijk. Nieuwe Schrans, wat dat. Ja, ja. Dat is nou de vrije school. Oh ja. Dat is een hele mooie school. Maar ik meende dat. Dat was Leeuwarden, dat je hem dan naar school in de stad Leeuwarden moest. Maar we praten over na de oorlog. Geen idee. Geen idee. Nee? Akkoord. Emmanuel Murant. Maar dat was niet zo interessant. Met de spoorwegovergang. Ja, daar gaan we naartoe. Oké. Ja. Want heel veel mensen denken ook dat de Hollander Wiek begint bij de Hollander Diek. En de Hollander Diek begint bij de spoorwegovergang. Dat is waar. Een mooie pleisterplaats was dat, want... Ik ging er wel vaak heen om de treinen te bekijken daar en papa op te halen van zijn werk. Want dat was wel leuk. Dan kwam hij over de spoorwegovergang op een fiets of zo? Ja. En dan moest hij het laatste eindje achterop? Zo werkte dat, hè? Ja. Been in de fiets thuis. Daar op die hoek, dat was ook wel mooi, en daar was een patattent. Volgens mij een van de allereerste van Leeuwarden. En dat rookt daar heerlijk, hè? Heerlijk. Geuren en kleuren. Hoe heette die? Ja, geen idee. Wij stellen moeilijke vragen, jongen. Dat was wel een beetje een Norse man. Die eigenlijk, bij de creatie kon je dan een zakje die patat krijgen. Stond in een soort hok, niet in een vast huis. Nee, die stond in een hok en die verkocht alleen maar patat. Het was een kraam, het was een patatkraam. Maar hij verkocht ook gehaktballen. Oh. Ja. Daar hield Bertus niet van. Nee, als kind wil je alleen maar patat eten. In zo'n puntzak. Hij is ook weer gelijk, ja. Laten we de Hollander Diek opgaan. Taxibedrijf Schumacher was daar. Ja. Even verder was er een benzineopslagplaats. Ja. Heerlijk die geuren. Ja. Nog even verder begon het zakelijke gedeelte met de zaak van Peke Dolstra. Peke Dolstra, de rijwiel- en kachelhandel. En mijn moeder sprak altijd met respect over Peke Dolstra. Hoezo? Nou, die man die had in het verzet zeten. Die had meedaan aan de overval op het Huis van Bewaring in de oorlog. En die was ook een geweldig turner bij Kwiek. En die was landelijk, was hij. Daar sprak ze met. Mijn moeder was ook echt een gymnastiekliefhebster. Helaas. Want ik moest ook op gymnastiek. Ach, stumper. Ach. Maar Peke Dolstra. En tegenwoordig hebben we Google. Hè? Dus ik denk, ik wil eens even googlen van wat klopt daar nou eigenlijk van wat mijn moeke beweerde. Ja. En want ik had eerder een boekje lezen en daar stond Peke Dolstra niet bij de 25 overvallers van het Huis van Bewaring. Hoe zit dat nou? Dus ik googelde op Peke Dolstra en 1985 had in de Leeuwarder Krant een verhaal staan over wat Peke Dolstra nou werkelijk beleefd had. Nou, ik wil iedereen aanraden om dat verhaal ook eens een keer te googelen. Dat is dat beroemde verhaal dat hij bijna doorschoten heeft. Ja, inderdaad. Bij het spoor naar... Die man die het met zijn blote handen, had die twee gewapende SD'ers had die overmeesterd. Ja. Hij had ze ook nog in leven laten, hij kon ze doodschieten. Maar dat wilde hij niet doen vanwege mogelijke represailles. Ja. Maar die man die was zo sterk. En die had een van die Duitsers, Albrecht, had hij net zo lang onder water houden in de sloot. Tot hij niet meer bewoog. Maar hij had het wel overleefd. Ja. Maar, Albrecht in de rol als U-boot. Dat respect van mijn moeke, dat was volkomen terecht. Mm.
Want dat hij aan de overval met het is, was mij ook niet bekend. Nee, want hij was een van de tweede ring, zeg maar, of van de eerste ring, van mensen die om die gevangenen inderdaad te vervoeren, weg te brengen. Leeuwen de Krant is nou digitaal in te zien, dus we kunnen het heel, heel gemakkelijk dat opzoeken. Nou ja, ik heb het op Google gevonden. Jawel. Maar dat is waarschijnlijk hetzelfde archief. Hè? En dat was in 1985, zei het al, in de krant. Toen stond het in de krant. Ja. En het schijnt ook dat het 20 jaar eerder al in de krant stond. Mm. Maar Peker zien vaak was een fietsmaker. Ja, ook een Norse man. Je kwam er wel eens? Jawel, ook een Norse man. Oh. Hmm. Trouwens, een stukje eerder was Kapper Spies. En die had ook in de krant staan. Met, die maakte kerken van was. Had hij ook nog met in de krant staan. Nou. Kapper Spies heeft nou een restaurant dat heet Spies, maar dat is in de weer. Ja, maar goed. Met een set op het eind. Bij Peker Dolstra voor begon ook de spoorsloot. De spoorsloot die liep ook met een slinger tot aan de reparatieloodsen van de spoorwegen. En de spoorsloot, ja, dat was een bron van feest en ellende. Daar zat geen water in wel, die sloot? Ja, die spoorsloot was behoorlijk breed, want dat is ook nog wel een aardig verhaal. Ik ging vaak de visjes vangen daar, niet met de hengel, maar met schepnet. Ving je van die hele kleine visjes en die kwamen dan in zo'n zuurtjepot achter op de plaats. Dan gingen ze dood. Stuk kroos erin en twee dagen later waren ze dood. Ja, want dat deed ze in schoon water en ze waren de spoorsloot went. Ja. Wel, nee, die beesten die aten heel andere dingen dan dat kroos dat erin zat. Ja, ja, ja. Maar dat in ieder geval, ik kwam op zeker ogenblik met mijn schepnetje bij die sloot. Het was een mooie zomerdag. Ik ging mensen te bekennen en ik zie plotseling midden in die sloot armen en benen spartelen. Zo. Ik schrok me wezenloos. Ik was nog maar een jonkje, ik kon niet in die sloot natuurlijk. Dat ik ben als een gek door de straten aan het hollen gaan van... Er leidt een in de sloot, er leidt een in de sloot. En de hoop dat iemand mij horen zou. En iemand hoorde mij. De zoon van vrouw Boringa, Tjibbe heet die geloof ik... die is met grote stappen die sloot ingaan en die heeft het kind eruit gehaald. Rommie heet ze. Rommie heet ze. En Rommie denkt nog steeds dat ik het wees ben die haar eruit haalt. Oh, mooi zo later. Mooi later. Rommie, ik was het niet. Het was Tjibbe. Oh. Maar dat is die spoorsloot. Nee, maar dat was dus kantje boord, begreep ik. Ja. Maar wat is er nou waar van die verhaal dat ze wel eens even in de hens staken, die sloot? Ja, dat want ik bedoel, daar zie je toch water branden, dat ken niet. Nou, de spoorwegen die was zo vrij om legaal of illegaal... afgewerkte en overtollige olie gewoon weg te laten lopen in die spoorsloot. Oh, helemaal legaal. En dat hoopte zich op aan het begin en aan het eind en in de midden. Er waren bepaalde stukken waar dat bleef hangen, zeg maar. Daar hoef je niet bij de visnetten, de schepnetjes heen, denk ik. Op die plekken. Nee, ik denk niet dat er nog visjes... maar in ieder geval, sommige buurtbewoners... Ja, het waren ook maar eenvoudige mensen. Die mieterden daar ook hun... overtollig huisraad maar eens in. En het riet dat groeide ook nog. En dat was op zeker ogenblik verdord. En er hoefde maar een lucifer bij. En de boel die stond in de hens. Kinders kwamen de buurt door rennen. De spoorsloot staat in brand. De spoorsloot staat in brand. Ja. En je zag dan de grote rookwolken al boven de huizen uitkomen. Dus allemaal daarheen. Dat was ook niet kinderachtig dan? Nee, dat waren behoorlijke branden. En ik geloof dat er ook nog wel eens ramen knap binnen. En kwamen er ook wel de brandweer? Uiteraard kwam de brandweer. Die waren blij dat ze wat te doen hadden. Ja, helemaal vanavond de nieuwstad komen, jongen. Maar dat was... zomers was dat lopende bandwerk, bij wie we spreken. Ja, dat, En even zo goed, kost er ook zwinters op schaatsen. Bevroor die ook wel? Ik heb schaatsen leerd op de spoorsloot. En ik was niet zo'n geweldige schaatser. Als ik 's morgens begon, dan was dat harken. En 's avonds kon ik een aardig baantje rieden. En de volgende dag moest ik weer opnieuw beginnen. Zo'n goede schaatser was ik. Ik meen dat je zulke dingen nooit verleert. Maar die, hier staat bijvoorbeeld nog een op de voorkant van dit boekje. Kijk, leuk. Staat nog een foto van de spoorsloot. Dit is dus het gedeelte bij Peker Dolstra voor. Die zat hier ongeveer. Ja. Daar begint de Hollanderstraat. Ja. Dit is de Koem. Wij noemden dat de Koem. Maar een gewone Leeuwarder zei dat is de Kom. Oh. En waarom wij dat de Koem noemen, weet ik. Jullie hadden waarschijnlijk een apart dialect, een eigen uitvoering van het Leeuwarders. Ja, Huzemers was anders dan Leeuwarders. Ja, maar je woont niet in Huzem. Ja, iedereen die zei alles wat over de spoorlijn is, dat is Huzem. Oh, ja, maar het was Leeuwarden, oorspronkelijk. Ja, dat is Leeuwarden.
Maar nou, ze zit hier ook in Huizen. Die beweert altijd dat Huizen ook Leeuwarden spraken. Ja, natuurlijk. Er is verschil. Nou, ik zie niet. Ja, de Leeuwarden zijn daar misschien wel schoen in plaats van schoen. Wij hadden het over schoen. Ja. Maar ja. Hey, maar hoewel ik daar ook nooit schoen hoor zeggen. Nee? Nee. Wat is er nou aan? Ik schoen nou. Ja, schoen. Als Huizenmers zeiden wij, Leeuwarders putsen hun schoenen met schoenenputsers. Ja, schoenenputsers. Ja, en anders kon het ook niet riemen op tuin, want de Leeuwarder ging van schoen naar steen op tuin. Ja. 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 Daarom heb ik ook wat moeite met wat altijd in de Leeuwarder krant staat, want daar staat Leeuwarden. Nou ja, dat heeft de laatste jaren bedacht. Ja. Maar is het niet Leeuwarden dat wij altijd zeiden? Tuurlijk. Ja. Leeuwarders. Ja. Ja. Leeuwarders putsen schoenen met schoenenputsers. Nou, dat zit er nog. Zie je, dat zit er nog wel in. Ja, Schaatsen is je verleerd, maar dit niet. Nee. Nou, maar ik betrap ook op heel wat Nederlands jongen hoor. Dat Leeuwarden zit er wel wat uitgaan. Ja, sorry. Ja, nee, nou, maar dat groeit maar van wij moeten dat weer even stimuleren. Ja. En daar is dit programma ook voor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dan was wel even die best nog woord Leeuwarders praten. Maar Bertus, wij waren bij Kappen Spies gebleven. Nee, we waren nou bij Peke Dalstra, want Spies dat was weer een paar huizen terug. Die woonde halverwege de Hollanderdiek. Hollanderdiek. Dus bij Peke Dalstra kwam vervolgens Kaashuis het Hoekje. Hoe die mensen ooit bestaan konden, weet ik niet, want iedereen kwam daar om een onsje kaas. Maar ze dan een paar keer bedacht. Wat ik me daarvan herinner is dat die man ontzettend hard daag riep. Oh. De oren die tuiten hier. Ja. Maar goed, we gaan de hoek om. En dan had je daar de oude molen. Voor lompen, metalen en papier. Mijn vader bracht er altijd lompen heen van de kleermakerij van de Brul. Oh, ja. Was dat echt nog een oude molen, molenrest? Ja, een want, oude molenromp. Uiteindelijk had er een molen bovenop staan. Dat moet wel een gigantisch geval geweest hebben. Ja, daar hebben we foto's van. Want dat onderste gedeelte, dat was al enorm. Ja, nee, maar dat was zo'n stellingmol. Net zou je nou nog in bedaard hebben bijvoorbeeld. Ja. Nou, zo'n mol op een onderstuk. Ja. Anders kwamen die boven de huizen uit. Daar ergens tussenin was ook nog de ingang van de Smitsbuurt. Dat was noem het maar een. Hij liep achter de Hollanderdiek. En het was eigenlijk ook een achterbuurt. Eigenlijk durfden we daar als kind nauwelijks in. Nee, kleine huisjes zoeken van die kamer. Ja, het was erg klein en het was ook nog bovenop elkaar, geloof ik. En maar wat dan nu Smitsbuurt is dat wel op dezelfde plek dan? Ja, want dat is Winia Hernde wat daar nou staat. Dat die is een enorme kolos. Maar dat was echt een buurt van, ik durfde er wel in, maar altijd deurlopen. Ja, 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 ja. Want als je staan bleef en, eerder wat? Ja. Oh, wat moest je? Dat was ook zo met de Hollander Hof trouwens, maar daar komen we nog, hoop ik. Nou, maar moest wel deurlopen. Ja, want er wordt alweer een cd omhoog houden. Mag ik de Hollander Diek nog even afmaken? Ah, nou, ja, maar voor deze keer. Maar voor deze keer, zei hij. Want de Hollander Diek die liep deur tot aan de Nieuwe Hollander Diek, waar Slager Glas was. Maar dat stukje Nieuwe Hollander Diek, of Hollander Diek, dat noemden wij altijd de Peerdenstraat. En waarom? Daar was de paardenstallen, de peerdenstallen van Niemendaal. Niemendaal was de plaatselijke vervoerder. Wat vervoerde die? Zand en stenen en alles. Pakjes. Ja. Maar die parkeerde daar dus zijn peerden en zijn karren. En die peerden die scheten en pisten natuurlijk bij het leven. Dat was een stinkerij van je welste. Ja, wees nou hoe dat dampen kon op winterdag. Och, die peer in één keer aan het zeiken begon. Dus hallo, die straat die heette bij ons de Peerdenstraat. Dat is Leeuwarden. Oh, ja, hey, maar ik meende dat hij ook in de Mollensteeg zat. Ja, dat kan best weten. Achter het Rudiskwartier. Ja, dat was niet. Toch? Ik herinner me alleen die straat als de Peerdenstraat. Wat niet de Peerdenstraat was. Misschien wel de Dependance Huizen. Ja. Wij gaan nu even naar de muziek. En wat heeft nou uitgekozen voor van Elvis? We liggen bij Elvis, hè? Een van de mooiste nummers die ik had op single. A Mess of Blues. Oké. Nou, even horen of het mooi is. I just got your letter, baby. Too bad you can't come home. I swear I'm going crazy, sitting here all alone. Since you gone, I got a mess of blues. I ain't slept a wink since Sunday. I can't eat a thing.
myself together before I lose my mind. I'm gonna catch the next train going and leave my blues behind. Since you're gone, I got a mess out of blues. Whoops, there goes a teardrop rolling down my face. If you cry when you're alone, sure ain't no disgrace. I gotta get myself together before I lose my mind. I'm gonna catch the next train going and leave my blue behind. Since you're gone, I'd a mess out of blue. Nou, maar stouw eens kieken, wat is daar, jongen? Ja, wat ik hier uit zijn boekje wegpeuter. Dat, nou, jongen, even eens kieken. Een autopad, een step. En ook ineens op luchtbanden. Nee, en ook nog met dat, drie spaaks. Dat is heel hyper, heel modern. Heel modern, dat tegenwoordig met de Tour de France rijden ze met die dingen. Ja. Kleine betters, hè? Kleine betters, ja. Ja. In de Van Harenstraat. En op achtergrond twee grote wagons van de spoorwegen. Inderdaad, de spoorwegen. En geen ligusterheg. Nee, dat zijn nog die eigen gemaakte hekjes. Die hekjes, met dat gaas erin. Ja, keepergaas. Keepergaas. Nou, hartstikke prachtig. De beroemde kapsel van Kappers Pies, denk ik, of niet? Ja. Moest daar al eens heen? Ja, nou, dat is ook weer een heel verhaal. Want je had ook nog een kapper verderop, dus graas niet. Maar dat, oké. Okay. Even kijken, waar waren we gebleven, zo dat dan heet? De perenstal van Niemendaal? Ja, ik wil wel eens weten, wie kwamen de buurman de deur? Tenminste, ik bedoel... Als we het over peren hebben, oh ja. Dat is wel handig, dat is wel een bruggetje. De perenpiep, zou maar zeggen. Ja. Langs de deur kwam Bootsma uit de Van Oostadestraat, de breiboer. Ja. En die had een perenkar. Een pony liep ervoor waarschijnlijk. Ja. Het verschil tussen peert en pony weet ik niet zo goed. Maar dat begint allebei met een P. Het is schofthoofd. Maar die had dus een bel aan de kar. En op het moment dat hij in de straat kwam, kon je aan de bel horen. En je ging met je pannetje. En wanneer was dat? Wanneer kwam hij in de straat? Weet ik niet. Ja, tussen de middag. Dus bijvoorbeeld. Altijd, tussen 11 en 1 of zo. Maar je moest dus met je pannetje naar die... Want dan schepte die warme supenbrei. Dus dat dampt ook. Supenbrei in dat pantje. En, heel huzem, smiddags na het warm eten, supenbrei. Supenbrei. En daar was het grote feest om met een lepel stroop je naam in de brei te schrijven. Ja. Weet je, dus dat was een soort gaarkeuken. Ja, maar, ja. Wie ook langs de deur kwam, dat was Johannes Soldaat. Wacht even. In het boekje staat, het was hier een galanterie. Dat is Johannes Soldaat. Zijn hond leidt onder de kar. Ja. Maar moest eens kijken wat die man allemaal metsleepte. Dat was ongelooflijk. Even kijken hoor. En die kar. Mattenkloppers verkocht hij ook. Ja. Maar hij kon die kar ook nooit duwen zelf. Maar ze zien het, leek wel een tankman. Nou, ik heb hem vaak met aandacht naar staan te zien. Hij kwam eerst aan de deur en hij zei altijd hetzelfde. Moet er nou wat wezen? Ja. Hij kon wel over. Het zou allemaal over eens zelf, ja. En als dan de handel gebeurd was, dan tilde hij die kar dus op. En het was wow. En die hond die onmiddellijk in de benen. Of in de poorten, hoe je het noemen wil. Ja, de poorten, en dat was met kracht aanduwen die kar, want die was loodzwaar. Ja, ja. Hij kwam ook altijd bij ons door de straat, elke dag, want hij woonde in het Hollanderhof.
Maar ja, wat, dat was Johan de Soldaat. Wat was dat, het Hollander Hof? Een apart straatje, buurtje, nou, dat was ook een gevaarlijke buurt. Gevaarlijke buurt. Indiaan, hè, en zo. Wij als kinders noemden die kinders die daar woonden, want die zochten altijd ruzie, wij noemden dat de Hoffiebende. Oh. Dat is Hoffiebende. Maar dat was echt een achtergebleven, echt een asociale buurt. Ik wil Johannes Soldaat niet, want hij woonde er ook en dat was best een fatsoenlijke man. Maar het was zwaar verwaarloosd. Ooit had er ook een huis in de brand staan. We werden s'nachts door vader uit bed gehaald. Er staat een huis in de brand. Kieken! Ja. Dus wij in de pyjama naar het midden van de hal aan de straat en er sloegen de vlammen boven de huizen uit. Blender. Ja, dat was een huizenbrand in het Hollanderhof. Ja. Volgende dag er ook heen en het hele Hollanderhof was wit van de kiepenveren. Helemaal wit van de kiepenveren. Ja, die lui die hielden kiepen op zolder. Oh, op zolder? Achteraf denk ik van, vroeger had je van die matrassen die gevuld waren met kiepenveren. Ik het ook, ja. Kiepen op zolder. Maar het verhaal ging, die lui die hielden kiepen op zolder. Hij is een wietplantage, toen hadden ze kiepen op zolder. Ja, voor een gratis eitje. Ja. Hey, nog even Johannes Soldaat, dat schoot me net er binnen. Droeg hij niet altijd zijn machete pak? Ja. Van dat ja, maar dat hadden heel veel mensen aan. Ja. Ja. Het was een arbeidersbuurt. Hmm. Wat voor mensen woonden er? Arbeiders en gepensioneerden. Hmm. Want de wiek is gebouwd in 25, dus er zijn heel veel mensen blijven hangen bleven. Maar geen middenstand met schoolmeesters of postbeambten? Arbeiders en gepensioneerden. Hmm. Oh. En ja, er was ook een vrij strikte waterscheiding tussen christelijke en openbare. Hmm. Dus dat kon je aardig onderverdelen. En hoe vernam staat die waterscheiding? Waar bleek dat uit? Nou, heel veel mensen. Bijvoorbeeld, de christelijken hadden een eigen broodventer. Ja. Hoe heette die? Weet ik niet. Maar er kwamen altijd twee of drie bakkers door de buurt. Wie was je bakker? Weet ik ook niet. Ik denk ik van Schuurmans uit de Schrans. Ik zie hier Giezen opstaan, bakker Giezen. Ja, weet ik niet. Maar er staat me zo bij dat we gingen ook wel eens voor gebak naar Schuurmans in de Schrans. Ja. Was die man ook niet beroemd vanwege zijn oranje koek? Ja, het zou best kennen. Ja, Schuurmans, ja. Wat ook aan de deur kwam, was de tonnenman. Ja, tuurlijk, maar die bracht niks. Man, dat was een toestand. Ik had het daar straks nog met een oud collega over, of iemand anders. Eén keer in de week kreeg je een schone tonnen. Heerlijk rukkend naar Liesol. Ja. Maar gezinnen die dus uit vijf of meer personen bestonden, kregen twee keer in de week. Dus wij zaten met z'n vieren net op de grens. Een verkeerde grens. Een verkeerde grens. Het is regelmatig voorkomen dat mijn vader 's nachts bij donker enige handelingen pleegde. Om dat wij de volgende dag weer op de plee konden. Je bent ruimtekrant, ja. Je bent stilpats. Ja. En dan een spoorsloot toe. Maar hij zei, mijn vader moeder niet tegen jou als jongens van, pis maar in de bosjes? Ik moest voor op een kolk pissen. Ja. Ja. Kiek. Ja. En kwam diezelfde redder van Romy, die kwam dan voorbij, Tjibbe. Kerst dat niet thuis doen? Wildplasseur. Ja, dat herinner ik me ook nog eens de dag van gisteren. Maar je had de ton niet boven, maar beneden. Beneden. Ja. Nou, dat was al een grote opluchting. Maar mijn moeder die had een goede relatie met de tonnenman. Oh. Die elke keer de tonnenman zei naar achteren: met de tonnenman ook een kopje thee? Ja. Die tonnenman die kreeg een kopje thee met een stukje koek en een sigaar. Een sigaar die mijn vader weer van zijn klanten kregen had. En dan na vijf minuten klonk het heel dof, bedankt. En die tonnenman die taaide weer af met zijn ton op de schouder. Ja. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe kregen die lui dat ding op de schouder? Sterke man. Ja, die ton dat was zoiets. We hadden geen arbo, Bert. Ja, nee. En die ton zat vol. Ja, dus tot aan de nak toe. Zette die er eerst een deksel op voordat hij dat doos staan had? Een verwisselbaar deksel. Ja, maar ik denk anders klotst het zo in een nek. Ik heb daar zo. Ze hadden wel zo'n apart leer van het schouder. Ja, ja, ja. Maar ik heb me er altijd over verbaasd van hoe dat kon. En het meurde ook altijd zo fijn rond die tonnen waren.
Ja. Nou, achter huis ook. Maar ja, wie kwam er meer aan de deur? Want het wordt nou wel onsmakelijk. We hebben slager die kwam niet aan de deur, geloof ik. Hè? Nee, de melkboer uiteraard. Ja. Maar, en de kruidenier? Ook. Er waren twee kruideniers in de winkel. Dat was ook weer een christelijke en een niet-christelijke. De christelijke, dat was de Centra van der Ham. Mm. En ja, die man die had een fiets met zo'n grote korf voorop. Ja. En iedereen bestelde met een boekje. Ja, alleen, ik deed vaak boodschappen voor mijn moeder. Maar als de stroop komen moest, dan haalde je dat in zo'n keultse pot. Hè. Dat werd uit een vat, werd dat met zo'n grote pollepel in die keultse pot deponeerd. Dat was los gewoon. Maar die man die keek me altijd wat vreemd aan. Zo van, jou nou, horen niet bij ons. Nee, ja, ik was een openbare. Hè. Maar heeft u daar nou wel wat verkopen? Maar ja, zoveel koopman was hij nog wel. Maar bij daar zei dat losse verkoop, dat haast van veel meer spullen toch, in die kruidenierzaak. Ja. Ik Ries of Grauwe Etten of Brune Boom. Zelfs Maggie. De potjes met Maggie werden bijgevuld. Suiker. Ja. Wat haast aan voorverpakte spullen? Heel weinig, niks. Dacht ik. Nee, daar moest ook al zo lang wachten. Als we ons ham bestelden, zoals ons kaas. Och, daar kwam je een eind aan. Daar moest je maar dat snijden, was bijstof. Ik moest vaak naar Sip Brouwer voor bijvoorbeeld zuurkool. Want dat kwam ook uit het vat, hè? En verse groenten, ja, die moest je door de week halen. Ja. Mijn vader die haalde dan één keer in de week nog wel iets van de markt. Bij Paling. Paling was een groenteboer. Paling de groenteboer. Rijk, heette die Rijk Paling. Ja, hele dikke kerel. Ja, grote kerel. Ja. Maar in ieder geval, zuurkool haalde ik bij Sip Brouwer. Maar daar had ik van dan de helft van op voordat ik thuis was. Van het beroemde merk Kramer. Was dat zo lekker, rauw? Ja, heerlijk. Rauwe zuurkool. En weet je wat het lekkerste was? Als die vaten net aankomen waren en dat deksel ging rauw, want wij verkochten dat spul ook, kwam er eerst zo'n hele grote houten vurk tevoorschijn. Ja. Was het met ruzenhouders. Maar die eerste cirkel die bovenop lag, oh jongen. Het was net, bij wie spreken, net als een koekalf het niet, dan is de eerste melk ook zo lekker. Nou, eten kinders vandaag de dag nog zuurkool? Rauwe zuurkool? Niet rauw, nee, dat is... Lekker. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Een delicatesse. Ja, kinderen hadden schoon gevuld, dat horen we weer. Ja. Maar wel toch met een ferme rookworst. Eén keer thuis. Weet ik niet meer. Nee, het wel. Hadden jullie niet een snoepwinkeltje in de week? Waar je maar eens even wat soerthout haalde? Giezen op een Nieuwe Hollander Diek. Op een Nieuwe Hollander Diek was een heel klein winkeltje Giezen. Dat staat ook nog in een van die boekjes. En het enige wat ik me er nog van herinner was de beroemde stroopwafel. Dat was stroop met een stukje papier eromheen. Wel of niet eetbaar, dat weet ik niet. Zo'n pieltje van een pieltjebus. Ja. Waren dat die stroopsoldaatjes? Ja, tuurlijk. Stroopsoldaatjes. Ja. Met dat eetbare stroopwafel, zei ik. Ja. Nee, stroopwafel, dat meen ik gewoon. Nee, dat is anders. Ja. Hij maakt het zelf wel, maar een pieltje maken we wel. Ja. En dan wat suiker smelten in een pantje. Ja. En met het stroop en dan nog één mikken. Nou, hij stout over pieltjes. Nou, dan moet ik aan pielkebussen denken. Ja. Dat zijn natuurlijk ook wel daan hebben, jongens, daar. Ontzettend veel. Ja. En het allerleukste was om er een klutje zachte modder op het puntje te doen. En dan tegen de ramen aan te schieten en dan bleven ze hangen. Ja, ja. Ja. We hebben wel woedende buurmannen gehad die met sponsen dat probeerden er weer af te krijgen. Ja. Maar het mooiste was natuurlijk ook, want je had ook van die traproeren, een hele dunne pielkebuis. Ja. En dan kon je enorm scherp met schieten. Mm. En dan allemaal door die openstaande ramen. Ja. Als het pielkebuzetiet was en ze hadden de boven een slaapkamer aan een beetje openstaan, daar konden ze wel 80 pieltjes van het bed halen. Ja. Dat is, en wat ook zo mooi was, in de herfst dan had die struiken, daar kwamen die witte bessen aan. Ja. Die wilden ook zo fijn exploderen op de reut. Ja. Oh, prachtig man. Goh joh. Ja, we willen weer jong, hè. Maar wat deed je hem nog meer voor spultjes als jongens? Polspringen. Over de polspringen. Ik had bijna niks, want mijn ouders waren arm. Maar mijn vader die vond wel dat ik een pols moest hebben. Tegenwoordig noemen ze dat een polsstok. Maar wij zeiden vroeger gewoon de pols. Ja, we gingen polspringen in het Nijlaan. Het Nijlaan was toen nog weilandgebied. Ja, en dat werd begrensd door het Van Hariksmaakkanaal. Vlakbij hem toch? Hè? Dat was ook vlakbij hem. Ja. Ja. Prachtig mooi. We gingen met de pols lopend naar het Nijlaan. Ja. En achter het Hollanderhof begon het land. Ja. Er stond nog een boerderij van Boer van der Werf. Mm.
De spoorsloot die liep daar ook nog een stukje deur. Uiteindelijk is dat ook nog een vaart, vroeger een vaart geweest. Maar goed, maar polspringen in het Nijland, het heette dan wel eieren zoeken, maar je ging alleen maar polspringen. Nu, dan wonen wij bij wijze van spreken een paar honderd meter verder op de Winnepediek en wij taalden niet naar polspringen, want je woont midden in de stad. Ja. En je woont een paar honderd meter verder en je ging de polspringen. Dan wonen we aan de verkeerde kant van de spoorwegovergang, joh. Ja, toch heb ik nou ook. Psychologische grens. Wij konden hoger over het nauw springen. Maar dat polspringen, dat was ook een prachtige bezigheid, want je had dan ook verschillende technieken met polspringen. Ja. Gewoon aan de stok hangen en over de sloot. Stok tussen de benen? De stok tussen de benen, dat was de kulsprong. Oh, Kullemaans. Kullemaans. Ook wel, ja. En dan was er ook nog de meidensprong. Hoe was die? Zo. Ik had een vriendje die kon alleen maar de meidensprong. En de sloot was op zeker ogenblik erg breed en dat hij moest kracht zetten. En toen brak zijn pols was door midden. Maar dat was niet met een aanloop, de meidensprong. Nee. Dat was vanuit stand, zeg maar. Met een aanloop, dat was de boerenplons. En die moest je wel doen als de sloot erg dit had. Ja. Vroeger groeven ze de sloten ook zo soms. Ja. En dan moest dat met de boerenplons. En dat was eerst de pols vastzetten? Nee, net als met de pols met, de eerste pols in de hand. Net als met polsstok hoog springen, aanloop. Ja. En maar zien waar die pols terecht komt. Ja. En door de slinger kon je over die sloot heen komen. En niet te ver fut zetten. Die pols. Nee. Maar hoe heette dat dan? Die waren er wel, dat ze de pols even vastzetten. Ja. En dan aan. Wat ze nou met vier leren doen. Ja. Hoe noemen wij dat dan? Dat weet ik niet hoe dat noemt werd. Maar dat was de kunst om die pols dan ook goed vast te pakken. Vond ik een hele, want er was ook wel eens een die misgreep. Ja. Of kwam er een aanlopen met een roodgang. En dan was hij erbij en dan gaf hij die pols even een setje. Dus dat. Wij hadden twee beroemde sprongen daar in dat Nijland. Dat was het Sluske. Als je het Sluske genomen hadden, dan telde je echt met. Hmm. Dan waren je boven Jan, dan was je echt trots op. Waar lag dat ongeveer, dat Sluske? Wat leidt er nu? Het grensde aan een sprong en dat was de Steenendam. Die Steenendam, dat zal wel een sluis geweest hebben, maar dat was echt. Daar moest je ook een extra lange pols voor hebben. Ik had maar een redelijk kort polsje. Maar dan hoorde je tot de elite, de springelite. Ja, okay. Maar de sluske had een lage kant en een hoge kant. Nou, dat is makkelijk. Van laag naar hoog is niet zo moeilijk. Volgens mij heb ik van hoog naar laag ooit wel deed, maar ik heb nooit aandurfd om van laag naar hoog te springen. Ik was niet zo. Nee, maar dat was een verstandig jongen. Maar polspringen, dat was een mooie bezigheid. Ja. En de spoorbaan in de brand steken. Nou, daar hebben we het over gehad. Nee, spoorsloot, de spoorbaan. Dus ja. Oh, dat bedoel staat die. Daar groeit ook allemaal van dat dorre gras. En op plaats dan ben je wel uitsprongen. Hadden ze daar niet allemaal volkstuntjes? Ja. Turnen de sporen? Nou, daar niet. Nee, niet in het Nijland. Wel bij die Koem. Daar maar waar had die lijn naar Zwolle, zeg maar, naar Heerenveen? Ja. Daar ben er wel treinen geweest die moesten daar stoppen vanwege de rookontwikkeling. Oh, mooi dan. Er werd ook wel eens een vuur gestookt om de kleren te drogen van iemand die in de sloot sprongen was. Ja, mooi. Niet? Ja, dat ze kon eigenlijk niet thuiskomen, hè? Nee. Met natte kleren. Wat wij in het. Als er nog tijd is. Ja, ik heb tijd genoeg. Wat wij in dat Nijland ook deden, dat was draakje vliegen. Ja. Zelf een vlieger bouwen. Ja. Wie doet dat nog? Nee. Zelf een vlieger bouwen, diamantvorm. Ja. Of vierkant. Hm. En touw kopen, eerst vliegerpapier kopen. Ja. Er waren een paar zaken in de stad die dat nog te koop hadden. En ik was altijd wel goed in een vierkante vlieger. Hm. Maar daar ken ik nog één anekdote van. Want tegenover ons woonde een familie Meijer. Hij was taxichauffeur. Meer moeken noemden hem piloot Storm. Oh. Want hij had nog een flinke kaak Piloot Storm. Uit de Leeuwen de Krant. Mijn moeke die was nog wel een van bijnamen. Mijn vader trouwens ook wel. Maar in ieder geval, Piloot Storm die bouwde een vierkante vlieger van een meter in het vierkant. Hallo. Ja. Met de Friese vlag. Dus wit papier, blauwe banen en rode pompenbladen erop. Prachtige vlieger. Hmm.
Maar ja, dat ding dat moest de lucht in. Dat kon niet in de straat. Dus we gingen met de halve buurt naar het Nijland. En zijn zoon die mocht hem dan ophouden. En piloot Storm die lopen. Storm de turnewien in. Ja. Ja. Nou, dat was een geweldig evenement. Maar op zeker ogenblik stond dat ding in de lucht. En ja, dat was bezienswaardig. Ja. Maar ja, daar staat hij dan. Ja, daar sta je dan. Dan kerst hij dan. Toen vond ze dat die vlieger die moest in de lucht met naar huis. Oh, ja. Lopend door de straat. Ja. Maar dat was nog niet zo makkelijk, want tussen die huizen liepen allemaal draden. Van de draadomroep en van de telefoon of weet ik veel wat. Radioantennes. Ja. Maar daar hadden ze ook weer iets op bedacht. Touw intrekken. Zoveel ruimte als je nodig had om die klos overheen te gooien. Ja. En andere kant de klos weer oppakken en dat touw weer laten vieren. Dan vliegt hij wel. En dan zakte hij weer een stuk naar beneden, maar hij steeg ook wel weer. Ja, ja. Ja, dat was achter hij wat te doen, niet? Dus met vliegen. Nee, want we hadden vaak dan, nou, soms al dat er wel 10 vliegers naast elkaar wat in de lucht stonden. Draken noemden wij dat. Ja. Draken. En een mooie stutter aan met al die graspollen. En dan moest je overal bij langs, dan riepen ze, moest voelen hoe die trekt. Ja. Dat is, kwam er een op de fiets voorbij, even voelen. Trek best. Trek best. Ja. Staat zeker boven de wien. Ja, prachtig. Want dat had je dan ook nog, hij kon boven de wien en onder de wien. Onder de wien zakt hij naar beneden. Ja. En ook telefoontjes sturen omhoog. Ja, briefjes, telegrammen. Hè? Ja. En wees nou nog hoe we het noemen, uit het touwtje knapte? Ging hij pries. Hij gaat pries, ja. Daar kwamen we vaak een jonkje door de straat fietsen en keek alleen maar omhoog. Hij gaat pries. Ja. Knoer gaat achter zien vliegen. Ik heb ook een paar gehad die gingen pries. Maar ja, dat was omdat ik omdat het touw knapte of zo. Want, ja, dat gebeurde wel eens. Ja. Ja, vliegertouw hadden je dan. Hoor. Ja, speciaal vliegertouw. Trouwens, de hele kleine kinders, die vlierden dus een kaft van een schrift even in zijn te vouwen in zijn hoekje. En die kost dan achter die aantrekken. Ja, je weet dat al. Jongelui, we moeten er even ophouden, want het is nog maar een heel klein skofje. Oh, maar Bertus, wil je nog even wat vertellen? En daarom. It's easy for you. Wat van verhaal Elvis zien? Nou, ik heb al gezegd, van ik ben een groot Elvis-fan en daar ben ik mijn hele leven bleven. Dit is een nummer, It's Easy For You. En dat staat op de allerlaatste album dat van hem uitkomen is. En daarvan is het ook weer het allerlaatste nummer. Zo. En het is zelfs, hoewel het geschreven is door Tim Rice en Webber. En Lloyd Webber, die hebben musicals geschreven veel. Maar het is eigenlijk een biografisch nummer. Het is een vrij triest nummer, want hij zingt over zijn vrouw die verdwenen is en over de muziek die hij moest maken en I had to face the crowd. En het is bijna een allerlaatste nummer op het allerlaatste album. Al had hij het weten dat dit zijn laatste nummer werd ofzo? Een maand na het uitkomen van dat album is hij overleden. Ja. En hoe heet het nummer? It's Easy For You. Okay. Nou, dat gaan we wel. Maar moeten we nog even zeggen wie we de volgende keer hebben? Oh ja, dat wordt ook leuk. Want de volgende keer dan, komt Rins Grater maar hier vertellen hoe hij als jonkje uit Pingjum in de grote stad kwam. Ja. En dat is dus op, ik wil over 9 november of zo. Nou, vandaag of oké. Of 12 november. Ja, 12 november. Okay. Bertus, hartstikke bedankt dat je hier kwamst. Geweldig verhaal. Wij vonden het heel leuk om even, nooit dacht dat we een heel uur over de Hollandse Wiek praten konden. En we binnen nooit eens halverwege, joh. Nee, we hebben de hele week niet doorlopen. Maar goed, wie weet ooit de volgende keer. Nou. Kiekers, een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Ja. Just go back where you came from. You ain't even proud. I had a wife and I had children. I threw them all away. And now you tell me you dare to tell me. Go back.
when it's easy for you. Got no choice.